Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Claudia Krummen. Hi Marlies, dankjewel. Welkom. Wel. Nou, jouw boek Van Leed naar Liefde. Zeg ik even zo, dan kan de camera het even pakken. Met als ondertiteling: Van liefde die pijn doet naar liefde die gelukkig maakt. Ja. Nou. Dat zegt gelijk veel. Ja, dat zegt gelijk veel en toch ook weer niet. Want het is toch een heel veelomvattend onderwerp, hè, waar heel veel in past. Dus mijn thema's waar ik me op richt, hè, gaat van verslavende relaties naar verlatingsangst, bindingsangst, narcistisch misbruik. Dus het is een spectrum wat wel heel breed is, codependency, um, en wat allemaal voor meer lijden dan liefde zorgt... Dus daar ga ik graag met jou over in gesprek vandaag. Nou ja, ik heb het gelezen en um, we, gaan, we, gaan, we gaan natuurlijk de diepte erover in. Maar um, ja, je krijgt toch ook bijna het gevoel van um, je moet bijna perfect mens zijn, wil het lukken? Ja, het is een spectrum, denk ik, waarin iedereen zich wel herkent in meer of mindere mate. He, dus dat als... Het spectrum van dat het misgaat, bedoel je? Ja, van of... gezonde en ongezonde relaties en van codependency. He, dus het is niet iets wat alleen maar is weggelegd voor één doelgroep, maar dat we het allemaal in meer of mindere mate wel herkennen. Alleen bij de een is het wat extremer dan bij de ander. En natuurlijk is er ook een doelgroep, en we gaan daar inderdaad vandaag wat dieper op in... Die, die veilig gehecht is. Dus bij de veilig gehechte mensen zal je dit minder tegenkomen. Maar zelfs daar uh, is het ook wel te herkennen. Men, kennen mensen wel het gevoel van zich even afgewezen voelen? Alleen hoe ga je daar dan mee om? Dat is wel weer heel divers. Z zijn we wel gemaakt van nou, liefde die gelukkig maakt? Ja, kijk, ik denk dat het in de eerste plaats gaat toch over de, ja, de existentiële liefde, hè, die we allemaal in essentie zijn. Uh, dat als we daarmee kunnen verbinden en als we dat in onszelf kunnen herkennen, dat we van daaruit veel makkelijker relaties aan kunnen gaan en kunnen behouden. Maar we zijn mensen met allerlei overlevingsstrategieën en oude pijn en gedoe, waardoor we erin en eruit schieten. Ja, en ook omdat we natuurlijk steeds meer van epigenetica weten, weten we ook dat, dat je nog traumas van je, je, je ouders, van je oma, voorouders, ook allemaal nog met je meedraagt. Ja, zeker. En we worden ons er steeds meer bewust van dat dat speelt, wat er ook voor zorgt dat we er steeds meer aan kunnen doen. Die zin hielp mij ook. Dus toen ik het las, toen dacht ik van... Want je gaat echt inderdaad, je pakt het heel breed aan. Toen dacht ik, ja jezus, moet je nou echt de perfecte mens zijn? Maar het geeft in ieder geval tools om eh, in ieder geval te zien van, ik kan er ik, ik kan eraan werken, ik kan er iets aan doen. Want ik denk dat het niet een thematiek is die vroeger niet bestond. Ik denk dat het er vroeger net zo goed was. Maar er was geen vocabulaire. Nee, precies. Dus nu herkennen we het, we weten waar we het over hebben en kunnen we er iets aan doen. De eerste stap is altijd bewustwording. Wij we ja, zijn natuurlijk speelt. echt de Oprah Winfrey-generatie. Dus als ja. ik, ik ben geboren 1965, mijn ouders zijn 90 en uh, leven allebei nog, maar als ik maar iets vraag in deze hoek, dan is eigenlijk al het antwoord is, het was toen zo. Het is zo, het was zo. En wat een soort iets gelatens heeft. En uh, wij en zeker de generatie na mij, zeg maar, hebben, hebben natuurlijk heel erg de, de drang naar nou, analyse, het willen snappen, het willen begrijpen... er iets aan willen doen, het willen verbeteren, willen leren. Ja, persoonlijke en ik denk dat... ontwikkeling, dat is echt iets van nu. Dat was er vroeger niet. Ja, dus het is nog jong. Ja. Dus ik denk dat we dat ook kunnen concluderen. Of zou ik duizend jaar geleden... Nou, het bestond wel, Kon alleen pensie, we juist... accepteerden gewoon dat, dat het, het was. was, was, dat het was hè? Net als jouw ouders inderdaad zeggen, het is zo. Je bleef bij elkaar... Voor de kinderen, je bleef bij elkaar omdat je afhankelijk was van elkaar financieel. Dat was gewoon, er was niemand die zich afvroeg van... is dat wel oké okay om op deze manier afhankelijk te zijn van elkaar? Nou, die afhankelijkheid, dat is natuurlijk een hele grote verbinding er altijd geweest. Hè? Precies. Dus dat is natuurlijk ook omdat we in deze tijd die nou, vrouwen financiële onafhankelijker zijn geworden... Um, ja, dus codependency, hè, waar mijn boek over gaat, dat staat voor overafhankelijkheid. En uh, dat is ook precies wat je je dan dus gaat afvragen. Dat zou je je vroeger niet afvra afgevraagd hebben. Dan accepteerde je gewoon dat het was wat het was. En dat jij de zorg droeg voor de kinderen en meer ja, of aan het voor je ouders, was. En, en wat aan, jij... aan het aanpassen was. Ja. Dat was normaal. Nee? En vandaag de dag... Staan we daarbij stil van, willen we dat wel? En is dat wel zo gezond? En word ik hier wel gelukkig van? En wil ik zo leven? Nou, je hebt ook een hoofdstuk over ouders, hè? het zorgen van ouders. Mm -hmm. Als je daar te groot focus op dat dat ook ongezond is. Maar ja, dacht ik oh ja, uh, generaties hebben het zo gedaan. Ja, en zo cultureel bepaald. Ja. Hè? Dus mensen kunnen daar alleen, nu kun je wel meer zelf kiezen. Je kan het in een grote kader bekijken en zelf kiezen van, ja, ga ik mee in de norm? Of luister ik naar mijn hart en voel ik gewoon dat ik bij mezelf verwijder als ik deze zorg op me neem. Ja kan ook egoïstisch zijn. Ja, dat kan zo voelen. Maar dat is vaak meer vanuit een overtuiging door de maatschappij of door je familie of door wie dan ook zijn opgelegd. En niet hoe het bij jou echt van binnen voelt. Weten we nou wel wat we voelen? Heel veel mensen niet. En dat is een symptoom wat wij dan noemen ook codependentie. Het gebrek aan emotioneel bewustzijn. Dus dat je niet in staat bent om je fysieke sensaties in je lichaam waar te kunnen nemen. We zijn heel erg gewend om alles vanuit het hoofd te doen. Dus ik dat... kwam mezelf heel vaak tegen in, in met het lezen. Ik, dat ik dus inderdaad allerlei zijdstappen dacht: hè, maar, mm, mm, maar goed, het triggert, het, triggert, het triggert de geest. Gewoon even bij het begin: wat is nou een relatieverslaving? Ja, nou, dat is alleen al heel ingewikkeld. Omdat als je op het internet gaat kijken, dan uh, vind je misschien wel tien verschillende definities. Um, het woord kan ook wat verwarrend zijn voor veel mensen. He, mensen denken vaak dat een relatieverslaving is dat je niet zonder relaties en liefde kan. He, en ik zou zeggen dat is meer een liefdesverslaving. Dus relatieverslaving kan betekenen dat je vastzit in een destructieve relatie of een destructief relatiepatroon waar je maar niet uit raakt. En uh, wat je al een paar keer hebt geprobeerd om daaruit te komen, maar het lukt maar niet. He, dat is het enerzijds. En anderzijds heeft het ook te maken met je structureel aangetrokken voelen tot emotioneel onbeschikbare partners. Het kan ook zijn dat je al 30 jaar in een huwelijk zit met iemand die emotioneel onbeschikbaar is. En die emotionele onbeschikbaarheid die kun je weer onderverdelen in heel veel verschillende type mensen. He, dus we zouden kunnen zeggen dat um, verslaafde mannen of vrouwen, mannen of vrouwen met een persoonlijkheidsproblematiek. Dat die sowieso emotioneel niet beschikbaar zijn, omdat er een andere laag van patologie eigenlijk de boventoon voert. Maar ook mensen die structureel vreemd gaan, zou je emotioneel onbeschikbaar kunnen noemen. Of relaties waarin er een heel groot leeftijdsverschil is, daar speelt ook die emotionele onbeschikbaarheid wel. He, dus ja, dat een, een vrij cliché, uh, maar wat ik, wat ik altijd heel vaak hoor van uh, mannen en vrouwen. Um, dat vrouwen, zeg maar, toch die man, nou, je zou kunnen zeggen, chanteren. Je kan zeggen, ze hebben echt geen zin uh, in seksualiteit. Hè? Dus dan, dan geeft de vrouw geen seksualiteit aan de man, of ze wil het niet geven, of ze voelt het niet. of... Dat, dat valt ook onder uh, niet beschikbaar zijn? Of hoe? Uh, nee, dat zie ik meer als een symptoom dat er iets aan de hand is in de relatie op uh, ja, de emotionele wederkerigheid tussen twee mensen, uh, waardoor er geen seksualiteit meer is. Maar daar gaat natuurlijk heel veel communicatie aan vooraf waar iets mis is of waar in de verbinding iets mis is. Maar gewoon toch, ja, ik ben misschien een beetje flauw. Maar ik, die, in alles wat jij daar zegt. Dat zijn al zoveel dingen. Dat ik denk, ja, daar vallen al zoveel mensen in. Ja, absoluut. Dus dan hebben we een heel groot, groot percentage. Heeft dus valt onder relatieverslaving. Ja, maar er is ook een heel groot percentage vandaag de dag wat bewust single is. Juist om die reden, en ook omdat ze. Enerzijds kan het zijn omdat er bindingsangst speelt... Hè? en anderzijds kan het ook zijn omdat mensen steeds meer leren... om wel naar hun binnenwereld te luisteren... en zich niet meer aan te passen aan wat de norm is. Dus daarin steeds authentieker worden... en echt voelen van dit zijn mijn behoeften en wensen... en ik ga niet voor minder dan dat. In Amerika is het geloof ik al meer singles dan... Ik geloof dat het percentage al over de 50% is inderdaad. Maar ja, het is dus de vraag vanuit welke emotie... Komt dit? Ja, want je kan ook weer zeggen, ook dat zou egoïstisch kunnen zijn. Ja, dat kan, maar wie, wie bepaalt dat? He, ik denk dat je gevoelens de boodschappen zijn van je ziel, dus als je daar altijd naar luistert en dat als graadmeter neemt, kan het nooit egoïstisch zijn. He, als jij vindt dat de maatschappij of de normen en waarden van je familie, dat die bovenaan staan. Um, dan is het misschien egoïstisch. Hè? Dus vanuit welk referentiekader kijk jij? Ik weet dat als ik ga luisteren naar de maatschappij en naar mijn familie en de normen, dat ik daar niet gelukkig van word. En dat het voor mij dus heel erg belangrijk is dat ik luister naar mijn binnenwereld. Nou ja, als ik de, dus kijk naar zeg maar, de, de generatie van mijn ouders: uh, ik ben single en mijn, vooral mijn vader. Die vindt het dan, zeg maar, uh, ja, die, 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 dat, vindt, dat voelt voor hem niet veilig. Het feit dat ik dan single ben. Mm -hmm. Want? Wat maakt het dan veilig voor hem? Ja, nou ja, ik denk toch een man die mij beschermt. Okay. Dus het is vanuit een, een liefdevolle emotie, laat ik het dus zo zeggen. Ja. En ik denk dat het heel vaak vanuit familie onderling... Ja. Of vrienden, of als jij zegt de, de tribe die heeft ja. daar een gedachte over. En onwetendheid. Ja, onwetendheid, omdat het nog nooit zo uitgeprobeerd is. Hè, zoals we al begonnen Het, het is, hoort zo. Het is vrij nieuw. Uh, het is beter voor de kinderen, met z'n tweeën ervoor zorgen. Uh, een kind uh, van gescheiden ouders, weet je, of apart opvoeden, uh, heeft, heeft ook zo zijn keerzijde. Dus het, het is toch nog, ervaar ik als een kring van liefde, goed bedoelde adviezen. Om, um, Absoluut. Ja, om toch in een relatie te stappen. Ja. Nee, maar goed bedoelde adviezen, dat is ook prima. En dat, um, alleen ja, wat doe je ermee? Hm? Nou ja, wat doe je wat doe je ermee? Dat is toch wel in ieder geval een beetje de, de heersende. Um, Want dat norm. wordt toch aanpassen hè? als jij gaat luisteren naar de goed bedoelde adviezen van je vader of je moeder. Dan luister je niet naar je authentieke binnenwereld. En dat is denk ik heel erg zonde. Want daar word je niet gelukkig van. He, dan leef je het leven van de ander. Dat noemen we ook wel verlies van het zelf. He, dat staat ook, is ook een symptoom van de codependentie, Dat dus is eigenlijk wel de basis. Dat je bij jezelf vandaan gaat. Ook weer goed bedoeld, misschien? Om te zorgen voor de ander of. Ja, maar in de eerste instantie doe je het ook voor jezelf. Het lijkt misschien heel altruïstisch, hè, van we doen het voor de ander. Maar wanneer er sprake is van codependentie, gaat het over geven om te krijgen. Dus vanuit een tekort aan liefde, aandacht en erkenning, hè, vanuit je jeugd die je met je meedraagt, heb je een ontzettende behoefte aan liefde, aandacht en erkenning van een ander. Waardoor je dus heel erg je best gaat doen. Pleasen, aanpassen, verantwoordelijkheden overnemen. Wat heel erg lijkt vanuit de oppervlakte laag. Van jeetje, wat een, wat een liefdevol persoon. Maar ondertussen zit er ook een andere functie. En die functie is om dus ook liefde, aandacht en erkenning te krijgen van een ander. Alleen sommige mensen, of heel veel mensen, zijn zich daar niet bewust van. Die voelen alleen maar die drang om te zorgen en te pleasen en aan te passen. Maar zijn zich niet bewust dat daar een angst voor. Afwijzing of um, angst om niet in verbinding te zijn met anderen, uh, wat daaronder zit. En wat zit er dan onder eenzaamheid? Eenzaamheid, leegte, angst, oude pijn. Dat zijn wat we noemen de oude wonden uit onze kindertijd, hè, wanneer je onveilig gehecht bent. Hè, dus veilig gehechte mensen trekken in de kern ook veilig gehechte partners aan en hebben dus een grotere kans. Op het ontwikkelen van gezonde relaties. Onveilig gehechte mensen is het tegenovergestelde waar en trekken ook onveilig gehechte partners aan. Waarbij ze dus zo'n spel gaan spelen of zo'n dans gaan dansen van aantrekken en afstoten. Waarin je dat verlatingsangst en bindingsangst tegenkomt. Wat zijn de voorwaarden voor veilig gehecht te zijn? Dus wat, wat moet je als ouder geven aan het kind en wat, wat, wat ontvangen om toch. Veilige hechten voelen. Ja, dat gaat heel erg over um, het kunnen ervaren en het kunnen inspelen op de behoeften en de wensen van een kind. Maar als jij zelf ook een trauma met je meedraagt en zelf ook niet verbonden bent met je eigen behoeften en wensen, is het heel moeilijk om uh, dat bij je kind te kunnen zien en je kind dat te kunnen geven. Ja, dus daarin spreken we ook wel over een, een symbiose trauma. He, waarin er dus eigenlijk trauma, vanuit trauma, het trauma weer wordt doorgegeven aan het kind. He, waar jij het net ook over had, het transgenerationele. Op die manier geven we trauma door en blijft het ook uh, levendig. Nou. He, dus dat is het belangrijkste, he. de liefde, aandacht en erkenning. Maar ook het echt aanwezig kunnen zijn en de behoeften en de wensen van een kind echt te kunnen zien en daar vervulling aan te geven. Maar het lijkt mij toch niet dat als een kind zegt van, uh, ik wil nu een kilo uh, snoep. Dat, nee. dat, hè, dus, de, de, dus grenzen is ook een vorm van uh, iets belangrijks wat een kind nodig heeft. Heel belangrijk. Nee, daarom, het is best ingewikkeld het is om, om heel het heel ingewikkeld. Om te doen. Het is heel ingewikkeld. Ik zeg ik altijd, doe... opvoeding is het allermoeilijkste wat er is. En het geeft ook niet. Hè. We mogen ook onze wonden... Creëren. We hebben allemaal onze rugzak met afwijzing en onze rugzak met uh, ja, onderdrukte gevoelens, oude pijn, uh, vervelende gebeurtenissen. Dat hebben we allemaal en dat mag ook. Dat is denk ik, geeft ons weer de kans om onszelf te ontwikkelen. Net als al die relaties ons de kans geven om onszelf te ontwikkelen. En vanuit die onveilige hechting gaan we dus op latere leeftijd partners aantrekken. Uh, die ons weer opnieuw in contact brengen met die wonden die we netjes onderdrukt hebben. Want we onderdrukken ze als kind eigenlijk als een psychisch immuunsysteem. Net als dat we een fysiek immuunsysteem hebben, hebben we ook een psychisch immuunsysteem. En dat zijn die overlevingsstrategieën die uh, onderdrukken, ontkennen. maar ook dat aanpassen, pleasen, controleren. Dat leer je al op hele jonge leeftijd aan om jezelf te beschermen. Om dat er netjes onder te houden. Dus die realiteit die blijft onder die oppervlakte. Maar dan, wanneer je volwassen wordt, dan ga je in je relaties partners aantrekken. Die jou weer opnieuw in contact brengen met die wonden. Dus die worden als met een trigger van buitenaf worden die weer open Die komen naar boven. En die geven je als het ware de kans om ze alsnog te doorvoelen. En op die manier dan te helen. En weer los te kunnen laten. Waardoor er weer ruimte ontstaat om je wel op een fijne manier te kunnen verbinden. Ja, dus een relatie kan ook een helende. Heeft altijd. Een, 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 het kan en altijd een helend effect hebben. Alleen je moet je er wel weer bewust van zijn. En de meeste mensen zijn zich niet bewust. Ervan in wat voor patronen ze verkeren. Maar als je bewust bent van hé, hey, wij zitten in een. Dans van aantrekken en afstoten. En we willen daar samen uit raken. En je hebt beide een reflectief vermogen. Dan kun je daar samen heel goed aan werken. Dat kan heel goed. Ja, dat noemen we ook wel spiritueel partnerschap. Kan je, kan, je, kan je daar eens een schets van geven? Nou ja, dat betekent dat je onafzonderlijk onaf, van elkaar uh, verantwoordelijkheid neemt en draagt voor je eigen triggers. Uh, dat je dat afzonderlijk van elkaar. Gaat doorwerken. En dat als je weer terug bent in je volwassen bewustzijn, zo noemen we dat dan, hè? want op het moment dat je dus geraakt wordt in een stuk oude pijn, dan noemen we dat het kindbewustzijn of het innerlijk kind wat aangeraakt wordt. En als je dan je gevoelens daarover doorvoelt hebt, dan kom je op een gegeven moment weer terug in je volwassen bewustzijn en dan kan je met elkaar een volwassen gesprek hebben. Maar zit je allebei in dat kindbewustzijn, ja, dan is er alleen maar drama. Drama, paniek en dan kom je er samen niet uit. He, dus het is de kunst om te leren om afzonderlijk van elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor die eigen wonden. En dan wanneer je weer terug bent in dat volwassen bewustzijn weer samen in gesprek te gaan. En vanuit een soort helikopterview te aanschouwen wat er nou gebeurt in de dynamiek. En te zien van hé, hey, dit is wat er bij mij geraakt werd. En oh interessant dat dat bij jou raakte, want het komt nu heel anders over als dat de intentie was. Ja, want we zijn vaak heel erg met onszelf bezig. En we denken dat mensen ons bewust pijn willen doen. Terwijl mensen zijn vaak veel meer bezig met hun eigen behoeften en wensen... dan dat ze bezig zijn om jouw pijn te willen doen. Nog cynischer. Ja. ja toch? <laughs> Ik denk dat veel mensen veel aan jouw boek kunnen hebben. omdat We, we zijn natuurlijk twee jaar opgesloten gezeten. Of twee, tweeënhalf jaar. Het is maar net hoe je het kijkt. Met, door, door corona, door alle mm -hmm. maatregelen. Dat heeft natuurlijk de boel behoorlijk onder druk gezet. Want dan kon je natuurlijk een beetje... Je kon lekker uit. Je kon het allemaal een beetje ontsnappen. Je zat niet 24/7 op elkaar slip. Mensen werden gevraagd, denk ik, om zelf les te geven. Er moest gewerkt worden. Allemaal op een paar vierkante meters. Absoluut. Dus ja. ik denk dat heel veel... Um, tenminste, zo, zo las ik het wel. Toen ik, toen ik dit doorlas, dacht ik, wow, ik denk dat er heel veel getriggerd wordt. Uh, of het nou uh, verslavingen zijn, nou, doe je wat je als, als voedingsbodem hier uh, noemt. Um, die, die nu allemaal boven komen. En ik hoor het ook in mijn omgeving, veel mensen zitten toch in een relatiecrisis. Ja, je ontkomt er niet aan hè? dat als je opgesloten met elkaar zit, dat dingen naar de oppervlakte ja, het gaan. Het is komen. een experiment wat we met elkaar hebben gedaan. Want natuurlijk, uh, allerlei. Uh, bijwerkingen heeft die nu naar boven komen. Maar ik denk dat dit er ook wel één van is. Ja, absoluut. En ik denk ook dat je normaal gesproken, wat jij ook zegt, zoveel externe mogelijkheden had om te vluchten van de realiteit. En dat je nu geconfronteerd werd met die realiteit, waardoor het echt zaak wordt om er naar te kijken, als je je daar bewust van bent. Dus jij kan, het, jij kan ook wel zeggen, je kan het ook als iets goed zien, want juist omdat je niet meer kon vluchten... Ja, ik Ligt ben het probleem voor. nu ik echt ben... op tafel en je moet er dus nu ook echt mee aan de slag. Ja, of het escaleert natuurlijk volledig, maar dan nog, dan is er ook weer ruimte voor groei en voor een nieuwe situatie. Dus ik ben inderdaad altijd van mening dat we niet kiezen voor de makkelijke weg, hè, voor het vluchten, maar voor het aangaan en het comfortabel worden met het oncomfortabele. Dat is de slogan, de quote die ik heel veel gebruik. En die eigenlijk het hele proces beschrijft van heling en herstel. He, dus je gaat in de eerste instantie ga je inventariseren van nou, wat is nou mijn destructieve gedrag? He? Wat is nou mijn aandeel in mijn destructieve relatiepatronen? En dat kan je als single onder, onder de loep nemen en ook in een relatie. En dan ga je kijken van oké, okay, dat is mijn overlevingsstrategie. Dit heb ik al jarenlang ingezet. En de functie van een overlevingsstrategie is altijd dat het iets onder de oppervlakte wil houden. En ben ik bereid om daarmee te stoppen? En ben ik nieuwsgierig om te onderzoeken wat daar dan onder zit? Ja, ik vind dat mega interessant om mezelf steeds weer opnieuw uit te dagen en te kijken van ja, wat zit, wat zit daar dan onder? En dan kom je vanzelf bij die onderlaag van die gevoelens en van de onrust. En van de leegte en van de eenzaamheid. En er is altijd meer en er is altijd weer een nieuwe laag. Dus je kunt je als mens je leven lang op dat level blijven ontwikkelen. En dan kom je, word je vanzelf daarmee geconfronteerd. En kun je dat stuk doorvoelen en jezelf geven op een constructieve manier wat je nodig hebt, in plaats van jezelf of wat wij dan noemen het innerlijke kind. Uit te besteden aan dat destructieve gedrag, die overlevingsstrategie. Want in essentie had het als klein meisje of klein jongetje had het een positieve functie. Hè, het werkte bij overleven. Ja, maar als volwassene heeft het ook een negatief bijeffect. Een destructieve consequentie. En je hebt het niet meer nodig, want je kunt het gewoon dragen. Je hoeft de pijn niet meer te verdoven. En dat is het moment dat je gaat groeien. Wanneer je bereid bent het toe te laten. Ja, jij, um, jij noemt hier ook uh, tien gedachten die ontkenningen in stand houden. <laughs> ja, wat, wat kunnen we allemaal onszelf wijs maken? Nou, ik, 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 ik neem het mee. Dus, want, want dat is denk ik toch wel misschien... Uh, want jij, jij, jij bent zelf spiritueel al, al heel ver gevorderd. Maar je ja. zit in je eigen box gevangen. Ja. En, nou, ik kan uh, daar me herinneren uit mijn tijd... Met al die uh, spinsels en uh, waarheden. Dus, dus. Ja. Nou ja, wat bij mij als eerste opkomt is bijvoorbeeld de gedachte: er zal nooit meer iemand zoveel van me houden als deze persoon. Hè, dat is een overtuiging die je mee kan dragen. Of um, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan wordt het wel anders. Of als we samen in relatietherapie gaan, dan, dan fixen we het wel. Dus er zijn heel veel van dat soort valse hoopgedachten, zo noemen we dat... die je jezelf kan wijsmaken, maar die de ontkenning in stand houden. Of bijvoorbeeld het bagatelliseren van het gedrag en te zeggen van... ja, maar hij of zij heeft zo'n slechte jeugd gehad. Ik begrijp wel waarom hij of zij zich zo gedraagt, dus... Ik neem het maar voor lief. Ik vind het allemaal nog best aardig. Want wat jij hiervoor al zei. Um, bij, zoals jij dit voor, dit, deze voorbeelden leg je het ook nog bij jezelf. Maar je legt het natuurlijk ook heel snel bij de ander. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat je de, dat je de ander de schuld geeft. Hè? Dus dat je, dat je zegt van uh, ja, door zijn uh, verstoorde jeugd heb ik last van, want daardoor gedraagt diegene zich zo, uh, ja. zo lelijk. Ja. Dus dan ga jij de psycholoog spelen. Bijvoorbeeld doet iedereen in de Randstad dat momenteel. Uh, en, en dan ga je de psycholoog spelen, of psychiater. En dan zeg je, ja, jij hebt een trauma daar. Jij hebt, een, die, dit jij is mis, veranderen. dat is mis, dat is mis. Je moet sowieso hulp gaan zoeken, want met jou is alles mis. Ja. En dan wordt daar heel erg in de vriendenkring uh, daar... Um, een bondje gezocht en dan van ja, met die is allerlei uh, psychische labels. Ja. ja, en dat kan dus ook een, een, een strategie zijn om maar niet te hoeven stoppen. Want ja, ik zeg altijd tegen mijn klanten um, van of je blijft bij iemand... of je gaat, he, je gaat voelen van is dit acceptabel voor mij? En je, hoeft, je kunt van een appel geen peer maken. Dus dit is wat het is. En kun je met deze persoon blijven en kun je hier gelukkig van worden? Of moet iemand echt veranderen? En als je echt moet veranderen, ja, dan kun je het bij de ander neerleggen en onderzoeken of die persoon bereid is. Maar 9 van de 10 keer gaat dat niet gebeuren. Dus je mag het steeds weer terug naar jezelf brengen om te onderzoeken: van ja, is dit voldoende of niet? Ja, ja. Ik, vind dit, ik, vind, ik vind het heel helder gezegd, want dat is, dat is wel precies waar. Hij, je moet hem weer terugpakken. Ja, maar mensen niet willen, zeggen... niet, die willen niet die pijn van die verlating ervaren. Dus ze doen er alles aan om die relatie te, wer uh, te laten werken. Hè, dus het is niet omdat mensen slecht zijn dat ze dat doen. Zij willen ook die relatie laten werken. Dus ze trekken alles uit de kast, zodat die persoon maar gaat veranderen. Zodat ze het niet hoeven uit te maken en maar niet geconfronteerd hoeven te worden met die leegte en die eenzaamheid. Ook al weten ze misschien al lang dat die persoon niet gaat veranderen. Hoe moet ik dat dan zien met um, he, dat we een beetje zeggen van ja, tegenwoordig verlaat iedereen elkaar te makkelijk. He, want dit is juist dat je elkaar niet makkelijk verlaat. He, Klopt. Dus dat je juist. Doorweg tot het gaatje. Ja, doordat er zoveel overlevingsstrategieën in de weg staan... om maar die leegte en die eenzaamheid op afstand te houden... omdat we dat niet kunnen dragen. He, dus mensen zijn verslaafd aan het in verbinding zijn met elkaar... of we noemen dat dan eerder binding... zodat ze niet met zichzelf geconfronteerd worden. He, dus dat is de ene kant. En jij uh, hebt het nu over van gaan we niet te snel uit elkaar... Nou ja, en ja. gewoon heel even om beide, beide kanten te bekijken. Van ik doe één op de twee uh, uh, gaat scheiden, zeg maar, gewoon heel even. Dus er wordt al best wel uh, ja. ruimhartig uit elkaar gegaan. Hè, dus dan krijg je gewoon een beetje als generatie kijken, denk nou moeten we er niet met z'n allen niet wat harder voor knokken. Ja. Uh, dus ik was gewoon meer benieuwd hoe jij dat ziet. Want jij, uh, -jij zegt juist iets van, ja, maar het heeft, zit misschien ook wel wijsheid in om. Dat ja, ik durven. denk dat ik altijd kijk vanuit het kader wat je ook in mijn boek leest, hè, die verschillende delen die we als mensen met ons meedragen. Dus ja. we hebben het volwassen deel, wat het deel is in onszelf, dat uh, gezonde grenzen kan stellen, wat verbonden is met zichzelf, wat dicht bij zichzelf blijft, wat niet bezig is met het verleden, niet met de toekomst. En dan hebben we de overlevingsstrategieën hè, die ervoor zorgen dat we die pijn uh, onderdrukt houden en we hebben dat innerlijk kind wat zeg maar geconfronteerd wordt met de pijn. Dus met de angst, met de leegte, met de eenzaamheid, met de gedachten zoals niet goed genoeg zijn. En we hebben ook nog een kritische stem. He, dus er zijn eigenlijk vier delen die aan het roer kunnen staan. En die delen die wisselen elkaar gedurende een dag af. He, dus als je ochtends wakker wordt, dan uh, voel je je of heel erg blij en verbonden met dat volwassen deel. Of je voelt je een beetje somber en je hebt niet zoveel zin in de dag. Nou, dat is dan vaak dat innerlijk kind. En gedurende de dag wissel je dus de hele tijd van deel. He, dus er staat een deel heeft de regie over jouw leven. En um, in jouw vraagstelling van is het nou goed om uit elkaar te gaan of bij elkaar te blijven, daar heb ik eigenlijk geen oordeel over. Het oordeel wat ik belangrijk vind of om te onderzoeken is welk deel staat er aan het roer en welk deel maakt dit besluit. He, dus staat mijn verslavende deel aan het roer, wat dus bang is om de, de onderliggende gevoelens toe te laten, of is het mijn volwassen deel wat gewoon heel goed voelt dat dit niet de juiste partner is voor mij? He, dus blijf je bij elkaar uh, vanuit je strategiegedrag, dan zeg ik ga alsjeblieft uit elkaar. En ga je veel te snel uit elkaar vanuit je strategiegedrag, omdat er bijvoorbeeld bindingsangst speelt, waardoor je geen relaties aan kunt gaan, dan is dat weer niet je volwassen gedrag. En dan zou ik gaan onderzoeken van hoe kan ik leren om een gezonde relatie aan te gaan zonder dat ik me continu beklemd voel. Vanuit dat beschadigde innerlijke kind. Want die bindingsangst die heeft te maken met die onveilige vermijdende hechtingsstijl. Dus ja, op die manier kijk ik ernaar van welk deel staat aan het roer en vanuit welk deel maak jij een besluit. Hoe kan jij mensen helpen, zeg maar, om uh, het, het bewust te worden van die vier en dat je daar zelf dus bewust van wordt van en gaat herkennen van ja. oké, okay, nu staat deze... Nou, in de oor, eerste en... stap denk ik door, door mijn boek te lezen, of wanneer mensen bij mij op intake komen, hè, of bij ons in onze GGZ-tak. We hebben twee takken, we hebben een particuliere tak en een GGZ-tak. In de particuliere tak uh, begeleid ik de mensen zelf. Hè, dus als ze bij mij op intake komen, dan vertel ik daarover en dan vraag ik of ze zich daarin herkennen, uh, in die verschillende delen. En daarmee creëer ik dus een bepaald bewustzijn. En dan geef ik als huiswerk mee, van nou ga nou eens de aankomende dagen onderzoeken wanneer welk deel aan het roer staat. Ja, dat zit ook in je boek, hè? huiswerk. Dan moet je ook dat op gaan schrijven. Ja, dan, ja, en gewoon gedurende de dag dat, dat uh, waar te nemen bij jezelf, maar ook bij de ander. Hè? Want je kunt het ook bij de ander zien. Wanneer die in zijn volwassen bewustzijn zit en wanneer die in het innerlijk kind schiet, et cetera. Dus er gaat een hele nieuwe wereld voor je open als je op die manier gaat kijken. Hè? Zonder oordeel. En dan is de volgende stap hè, waarin we dan in de therapie uh, aan de slag gaan. En daar kun je ook zelfstandig mee aan de slag. Hè. Dat beschrijf ik ook in mijn boek door middel van die vijf stappen methode. Dat je dus gaat onderzoeken van welke oude pijn probeer ik nou te verdoven met dat strategiegedrag wanneer dat aan het roer staat. En als ik dat weet, wanneer mensen helder hebben welke oude pijn er aangeraakt wordt. Dan is het vaak een soort ballon, die net even een, illu een illusie is die je doorprikt, waardoor het ineens helder wordt en ze hele andere besluiten kunnen maken. Ja, dus dat um, enerzijds en anderzijds ook dat wanneer je dat helder hebt, dat je gaat kijken van hoe kan ik mezelf nu geven wat ik echt nodig heb, in plaats van te kiezen voor die instant gratification, ja, die korte termijn bevrediging vanuit die strategie. Want het werkt dus niet. Hè? Dus er moet iets voor in de plaats komen. En dat is dan wat wij noemen een stukje reparenting eigenlijk. Het herouderen. Dat je jezelf alsnog gaat geven wat je nodig hebt. Ja, en dan komt er een, een heel nieuw proces uh, komt er dan tot stand. Is dat een beetje te vergelijken met zeggen je bent sigarettenverslaafd... en dat je dan ni nicotinekauwgum moet gaan nemen? Uh, nee, uh, gaan want nicotinekauwgum is echt een vervanger van de strategie. Oké, okay, dus hoe moet ik het dus? Ik ben, ik ben sigarettenverslaafd en je ik Je stopt. stopt met roken, je gaat trillen. Ja. En dan ga je dus comfortabel worden met het trillen. Klotsende oksels, een kloppend hart, hoofdpijn. trillende handen, hoofdpijn en je gaat het er laten zijn. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen: het te laten zijn en te onderzoeken. En wat heb ik nu nodig terwijl mijn handen trillen? Wat heb ik nu nodig terwijl mijn oksels klotsen? Dus door ja. de verslaving eh, of de, de, de detox van de verslaving heen. Ja, en, en dan hebben we het nu echt even over de fysieke verschijnselen. Hè, maar er zitten natuurlijk ook nog emotionele behoeftes onder. Hè, dus als je inderdaad behoefte hebt aan liefde, aandacht en erkenning, waardoor je steeds teruggaat hè, naar een toxische relatie bijvoorbeeld. Dan ga je kijken hoe kan ik op een gezondere, constructievere manier. M mijn leven zo uh, indelen dat ik het op andere manieren krijg, zodat ik niet meer terug hoef daar naartoe. Ja, of um, als het helder wordt dat zo'n toxische partner symbool staat voor je vader of je moeder, wat je nooit eerder hebt ingezien. Dus dat je eigenlijk via die toxische partner liefde, aandacht en erkenning probeert te halen omdat je dat eigenlijk van je vader of je moeder had willen hebben, maar nooit hebt gehad. He, dus dan staat die partner eigenlijk alleen maar als, als symbool voor iets ouds. Dus dan gaat het helemaal niet over liefde voelen voor die partner. Maar dan gaat het over een hunkering naar een gevoel wat voortkomt uit een oude wond. En dat is die ballon, als je dat inzicht ja, hebt, dan, dan, dan is het daarna... Dan de, is de helft eigenlijk al gedaan. En natuurlijk... He, um, er komen er weer momenten en he, speelt er nog veel meer. He. We hebben het ook over traumabinding he, in mijn boek. En dat betekent dat er door middel van bijvoorbeeld uh, manipulatie uh, en het zogenaamde belonen en straffen, wat in toxische relaties vaak voorkomt, uh, dat er een enorme, ja, bijna een krankzinnige loyaliteit ontstaat. Uh, van de een naar de ander. He, en dat is ook wel wat we noemen traumabinding. He, dus dat er een. Ja, een enorme verstrengeling en lijm is tussen de partners, maar op een toxische manier. En dat, dat moet ook doorbroken worden, voordat je echt kan loslaten. En allemaal door de pijn heen. Ja, maar ook door middel van onthouding. Dus niet alleen van door de pijn heen, maar ook begrijpen dat als je steeds wordt blootgesteld aan iets wat jou enorm veel. Um, oplevert hè, ook nog aan aandacht, liefde en erkenning. Hè. Dus dat belonen en dat straffen, dat doet iets met je biochemie hè, in je hersenen. Net als dat een, een drankje en drugs en hè, dat soort dingen dat doen. Um, en dat je bereid bent om daar los van te komen, door bijvoorbeeld jezelf ook niet meer in de situatie te brengen, waarin je blootgesteld wordt aan interne of externe triggers. Hè, dus als jij verslaafd bent aan je ex en die komt op vrijdagavond altijd op die en die plek en je gaat daar iedere vrijdag zitten, ja dan ben je eigenlijk al, dan worden al die stofjes al aangemaakt en zit je alweer helemaal in die craving en in dat verlangen naar die partner. Net als dat een alcoholist uh, niet sober in een bar moet gaan zitten, want ook dan ben je nog maar een halve stap van de fles vandaan. Dus er zijn heel veel hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat jij uit je patroon blijft. En nu nemen we dat patroon van die toxische partner als voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, voorbeelden van uh, bepaald gedrag waarmee je wilt stoppen, waar je je niet meer aan moet blootstellen. Maar ik bedoel, een, uh, een toxische relatie, dat vinden veel mensen ook juist. Ja. Intens en uh, er gebeurt tenminste wat. En, ja. uh, dat, dat beschrijf jij ook, hè? Dat, dat geeft verandering. Het, het, het heeft een, hè, dat kabbelende, dat is zo suf en saai. Ja, ja, en ja. Uh, er gebeurt dan iets. En, uh, ja, ook al is het dan toxisch, maar ja, het is in ieder geval. Je hebt het gevoel dat je leeft. leeft. Je <laughs> wordt meegesleept, gesleurd. Uh, ja. Vaak is daar misschien ook nog. Uh, daardoor ook een, de erotiek wat intenser, want er moet weer goed gemaakt worden. En, Klopt um, helemaal. Dus dus, dus dus er zit ook iets in van, um, dat, dat je het ervaart als diepgang of als ja, maar um, dat, dat is belangrijk. Juist alleen in mijn leven. mensen die zelf ook getraumatiseerd zijn. Hè, dus vanwege hun eigen trauma en hun afgescheidenheid van hun gevoelens hebben ze sterkere prikkels nodig die hun het gevoel geven dat ze leven. He, dus het is ook een indicatie van onderliggend trauma. Eigenlijk is dat juist al een alarmbel, een, alarmbel. een alarmbel, ja. Waardoor je dus naar jezelf mag gaan kijken en mag gaan onderzoeken van wat is het in mij dat ik daar dat ik dat zo aantrekkelijk vind. He, dus niet om te denken, van nou, ik moet andere partners gaan aantrekken. Ja, dat moet inderdaad. Maar dan mag je wel eerst iets in jezelf voor veranderen. Een blauwdruk, iets wat je structureel met je meedraagt in je onderbewustzijn. En dan op zoek gaan naar je. Want het is weer wat is de exit dan? Dus, wat, dus zeg dat is de constatering. Ja. En wat kan je er dan. Ja, nou dan kom je dus weer op dat stukje dat je gaat onderzoeken van, oké, okay, als ik dat constateer van nou, hè, waarschijnlijk trek ik partners aan vanwege mijn eigen trauma. Ja, dan ga je dus je eigen geschiedenis onderzoeken uh, van wat is er dan bij mij misgegaan of wat uh, zorgt ervoor dat ik zo uh, verwijderd ben geraakt van mijn eigen fysieke sensaties en prikkels dat ik zoveel prikkels nodig heb um, om nog te kunnen genieten. Ja, dus dat is een heel proces. Dat is niet zomaar iets wat je even in een paar weken doet. Nee, en ook je, dat, 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 dat beschrijf jij ook bij uh, sterke seksualiteit. Hè? Dus als er ook. Dat is natuurlijk ook dan hele intense prikkels zoeken. Ja. Natuurlijk een uh, bekend iets. Uh, het ja, het gaat zo Porno ja. Het gaat heel erg over de, de piek- en daal-energie. Dus in stabiele, gezonde relaties. Um, ja, is dat niet? Dan is het veilig. En wanneer het veilig is, is het ook rustig. Ja, maar dat is natuurlijk niet lekker voor de seks. Zo een beetje veilig tegenover elkaar zitten, toch? Dat is, nee, nee, inderdaad. Ik doel, dus, dat kan soms fijn zijn. Uh, en, maar je hebt ook wel momenten dat je denkt, ja, ik wil ook nu wel even ja. wat, wat uh, meer in, into the wild. Ja, ja. en eh, er is ook iemand die zegt van ja, je kan broccoli ook niet met chocola vergelijken. Hè? Uh, en zo is het, denk ik ook. Alleen, ja, ik ben nog steeds wel van mening dat het mogelijk moet zijn. Om en passie te ervaren in een relatie, terwijl het ook een gezonde relatie is. Alleen, het is niet dezelfde passie als wat je gewend bent uit een toxische relatie. Want daar gaat het over onveiligheid en angst, wat onderliggend is. Alleen daar ben je je vaak niet bewust van. Dus zolang je blijft zoeken naar diezelfde rush, ja, dan zul je niet herstellen. Maar je mag natuurlijk wel nog steeds passie nastreven. Alleen het is een ander soort passie. Ik ben vroeger ook heel veel uit geweest, naar heel veel feestjes en after-hour after clubs. En dat kan je niet vergelijken. Met een ecstatic dance in een spirituele scene bijvoorbeeld. Hè? Dus nee, je, dat moet is geen, te je moet gaan vergelijken. Alleen ook geen, de puls is heel anders. Geen dan appels muziek. met peren nee. gaan vergelijken. En als, zolang je dat blijft doen, blijf je dus vastzitten in een oud patroon. Maar is het misschien dan toch ook um, ja, een pleidooi voor, voor heel die rijkheid aan schakeringen te ontdekken? Hè? Dus het is, het is echt aan de slag. Absoluut. Het is echt aan de slag, je leven lang. En dat betekent niet dat er niet in een half jaar of in een jaar uh, de scherpe der handjes eraf kunnen. En je echt een, een, een veel beter leven kunt gaan krijgen. Um, maar als deze wereld eenmaal voor je is opengegaan en je houdt je hiermee bezig, dan is het een levenslang proces. En dan is er altijd meer. He, ik ben ooit begonnen uh, he, met het stoppen met middelen. Toen kwam er een eetstoornis naar boven. Met nou, middelen bedoel je? Met drank en drugs. Ja. Uh, toen kwam er een eetstoornis naar boven. Toen werden mijn we relaties uh, inzichtelijk, hè? dus de codependentie. En op een gegeven moment werd ik ondernemer. Nou, dan kom je weer een nieuwe laag tegen, waarin diezelfde aspecten ook weer af en toe aangeraakt worden. Dus het stopt ook nooit. Hè? Er is altijd meer om weer meer zelfliefde te genereren en jezelf te ontwikkelen. Ja. Uh, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor, mm -hmm. maar ook, ook nieuwsgierig. Um, kijk, ik ben zelf ook ondernemer en ja. daar is het uh, toch ook wel vaak uh, gewoon een potje oorlog uh, uh, voeren, zeg maar. Weet je, dat, dat lukt niet altijd spiritueel. Dus dat je moet, ja, toch ook het kaas niet van je brood laten eten en uh, weet je, al, al die clichés. Maar ik doe dat, dus. Hoe zie je dat dan? Want, en dat geldt natuurlijk ook voor relaties. Is ja, het juist maar jou, de grens dat het aangeven? een mooi voorbeeld is, inderdaad, wat je geeft. Sorry dat ik je onderbrak. Um, he, het gaat over bijvoorbeeld gezonde grenzen stellen. He, dus als ondernemer, zeker als je ook personeel hebt, dan um, wil je dat zo goed mogelijk doen. En ook daarin komt diezelfde angst voor afwijzing af en toe weer naar boven. Want je wil dat ze je en aardig vinden. Maar je wilt ook je bedrijf leiden zoals jij wil dat het geluid wordt. Dus dan kom je ook weer dat stuk tegen, waarin je kan kiezen voor het aanpassen voor de overlevingsstrategie. Of kan kiezen om toch voor jezelf te gaan staan, comfortabel te worden met het oncomfortabele. En misschien met wat oncomfortabele gevoelens toch je punten maken op een gezonde manier. Alleen hè, echt daarin vechten. Wat ik misschien vroeger ook kon doen. Ik heb ook heel lang vroeger in de horeca gewerkt. Nou, daar doe je niets met de zachte hand. Daar gaat alles gewoon op een harde manier. Klapsklits. Ja, en dat moet je maar accepteren. Dus dat ken ik ook. Maar toen ik in de hulpverlening kwam werken, toen ging er wel een wereld voor me over waarin ik leerde van ja, dat kan dus nu niet meer. Hier communiceren we gewoon op een volwassen manier. En ja, dat gaat gewoon anders. Ja, maar in de zorg is al een hele afgebakende, veilige, tenminste probeert iedereen veilige. Het lijkt uh, veilig. Ja, precies. Daar gebeurt natuurlijk ook allerlei ellende. Daar heb ik hier ook uitzendingen over gemaakt, maar in ieder geval het uitgangspunt was we maken het daar veilig. Ja, maar in het menselijk contact, hè, dus in de horeca, heb je inderdaad hè, wanneer mensen elkaar uitschelden en gewoon uh, hard werken. Ja, ik moet er op tijd praten. uit, hè? Ik doe, alles is het eten koud. En dus in de hulpverlening gewoon... krijg je gewoon een mes in je rug, om het even zo te chargeren. Uh, dus dat is een andere manier van, maar beide zijn die overlevingsstrategieën. En het is beide geen gezonde volwassen communicatie. Hè, dus het is allemaal vanuit. Ja, niet. Vanuit de kern durven praten vanuit kwetsbaarheid. Geef eens een voorbeeld. Um, hoe je nou, wanneer je boos bent, wanneer je boos bent, dan kun je gaan schreeuwen. Um, hè, we noemen dat ook wel valse macht dan binnen de overlevingsstrategieën. Uh, terwijl je vaak onderliggend ben je eigenlijk gekwetst, of ben je teleurgesteld, of ja, er, er gebeurt van alles. Maar in plaats van dat met de ander te delen en te zeggen van wat jij nu doet. Dat is de Die zit van uh, he, Daardoor voel ik me teleurgesteld en dat maakt me verdrietig. En ik zou graag willen dat je anders met me omgaat dan dit. Um, ik geloof niet dat ik dat tegen de bank kan zeggen. Nee, maar uh, volgens mij heeft dat schreeuwen ook geen effect. Schreeuwen niet, <laughs> maar. Um, ik denk uh, heldere, rationele. Ja, tuurlijk, maar dat hoort er ook bij. Hè? Dat heldere, rationele besluiten of eh, communicatie, dat hoort ook bij dat volwassen bewustzijn. Absoluut. Maar niet, je bedoelt niet in het kinderlijke emotionele schieten? Nee, zeker niet. Nee. Ja, we, zijn, we zijn eigenlijk al door de tijd heen, maar toch nog een paar, een paar tips. Waarvan jij zoiets hebt van: Nou, weet je, neem dat in ieder geval mee. En dan vooral het deel van naar liefde: ja, naar liefde die gelukkig maakt. Waar, waar, wat wil je ons meegeven waar we op kunnen kouwen? Ik bedoel, je hebt er een heel boek over geschreven, maar toch een paar dingen die we nog niet hebben, hebben benoemd. Ik denk dat we het meeste wel hebben benoemd, in ieder geval over het innerlijke proces. Elke verandering begint bij bewustwording, uit de ontkenning, oogkleppen af, zien wat er aan de hand is. Niet de schuld bij de ander, maar bij nee, jezelf. Gewoon volledige verantwoording nemen en, en durf ook om hulp te vragen. Ga het roer niet proberen uit te vinden in je eentje, terwijl er allerlei mensen voor jou zijn gegaan en die dit pad al hebben gelopen. He, er is genoeg hulp en het gaat echt over verstrikking. Hè? Dus je zit vast in, uh, in verstrikking van patronen, waardoor je ook niet meer zelf kan onderscheiden wat nou waar hoort. He, dus als ik zelf, hè, mijn proces gaat ook gewoon door, uh, ergens tegenaan loop of in een verstrikking beland, dan heb ik ook een ander nodig om mij weer even uit die verstrikking te halen. Kan, deels kan ik het zelf, maar het gaat veel makkelijker. Als iemand mij even een spiegel voorhoudt en met me meekijkt hoe we dat op tafeltjes kunnen, kunnen ordenen. Uh, en omring je gewoon met, met de juiste mensen. Hè, wat voor jou de juiste mensen zijn. Mm. Die gezond voor je zijn op alle lagen. Hè, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Mm. Ja, en wat ik aan het begin zei, hè, dat. Authentiek zijn, leven vanuit je hart en echt luisteren naar je eigen binnenwereld, wat al een heel groot proces is. Nou, daar, uh, daar zou ik mee beginnen, om dat uh, ja, op nummer één te zetten. Nou, huiswerk te doen, dank je Claudia. Mm. Mooi boek, Van Leek naar Liefde. Ja, jij ja, ontzettend bedankt Marlies voor de uitnodiging. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens!